one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. Lexi, hoe gaat het? Super. Ja? Je speelt te veel handen? Nou, ik weet niet. Ik kom deze een hele rare spot, zeg maar. En sommige handen, dan baal ik. Ja, ik weet niet echt hoe ik het uit moet leggen. Het zijn gewoon een paar ongelukkige pots. En sommige pots speel ik niet zo goed. En ik voel me gewoon een beetje onrustig, zeg maar. Ik weet niet. Niet echt naar mijn zin of zo. Maar, en nu? Ga je iets aanpassen aan je spel nu? Ja, ik zal wel moeten, denk ik. Want je wil wel de komende 10 dagen nog blijven spelen. Ja, op zich wel. Dus ik weet niet. Ik denk dat ik iets minder handen. Iets minder handen moet gaan spelen. En wat meer geduld. Ja, dat is een beetje moeilijk, want ik ben een beetje onrustig. Hoe is je tafel? Ja, erg goed. Er zitten twee. Ja, er zitten heel veel van die WCP-spelers aan. Weet je wel, van een beetje van het Lim Cole-spel en zo. En net blufte een gast, maar dat is op zich wel mooi, want ik dacht echt dat hij het had. En dan laat zijn opa toch ineens een koning hoog zien. En ik callde 1 keer iemand met ace hoog. Ik blufte op de river, maar had een betere ace hoog. Waarschijnlijk de beste value bet die hij ooit in zijn leven gemaakt heeft. Zonder het te weten, maar fuck. Weet je, ik weet niet. En anders, als je er vanavond, als je er straks uit ligt, wat ga je dan nog doen dit weekend? Suipen? Ik weet niet. Suipen of cashgame spelen. Of een combinatie daarvan? Ja, tegelijk kan ook wel. Nou, succes dan maar. Heel goed, thanks. I feel like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe. Pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought... Rolf, hoe gaat het? Ja, goed. Ik heb een hele mooie tafel. We hebben net de eerste 2 levels gehad. Eerste level van 2 uur. Ik heb een hele mooie tafel. Ik heb geluk. Ik heb een mooi hitje gehad tegen Azen. Ik had 2-10 en 10 op de turn eigenlijk was. Dus ik heb ruim meer chips dan ik mee begonnen ben. Ik heb geluk. Mooie tafel. Heel lekker meisje ook nog aan tafel. Wat wil je nog meer? Precies. En hoe ziet je gameplan eruit voor vandaag? Kleine potten en weinig handen spelen of anders dan normaal? Ja, iets anders dan normaal. Ik heb geluk met de tafel. Spelers zijn gewoon, ja, laten we zeggen, veel ideale tegenstanders. Dus ik probeer nog steeds wel een beetje strak te spelen, maar ik probeer iets meer potjes te spelen in positie. Gewoon wat ik normaal altijd laat liggen, dat probeer ik nu wel te spelen. Dus in ieder geval de kleine paardjes te spelen. In positie veel makkelijker meegaan. En hopen dat je een beetje hit of gebruik te maken. Weet je, de meeste spelers geven zoveel tells weg. Dus dan weet je na de flop waar je bent. Of je een redelijke hand moet weggooien of dat je een bluffje kan maken. Meestal is dit wel redelijk te doen. Het enige waar je voor moet uitkijken is... er zijn natuurlijk vrij veel wat mindere spelers. Moet je uitkijken als ik een hand krijg als vrouw of koning. Nu in dit level, dat kunnen mijn gevaarlijkste handen zijn. Weet je, als iemand race, ik maak een re-race en ik krijg nog een re-race bijvoorbeeld. Dat zou stom zijn als ik bijvoorbeeld mijn hele stack zou wegspelen met vrouw of koning. Goed, soms kan je het niet voorkomen, maar dat is in principe het grootste gevaar. Voor de rest probeer ik een beetje kleine potjes te spelen. Wanneer ben jij tevreden? Ik was wel tevreden toen ik de tafel line-up zag. Ik zag een paar tafels om me heen. Ik dacht van, die zijn echt heel zwaar. En toen zag ik mijn tafel. En toen dacht ik van, Rolfi, dat zit je mee, jongen. Dus nu moet ik gewoon zorgen dat ik gewoon top poker blijf spelen. En dan komt het allemaal goed. Heel veel succes. Thanks, man. Dankjewel. I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there was